Wij hebben Exquisite vandaag geopend. Dat is eigenlijk een doorontwikkeling van ons vorige concept. Omdat we zien dat er een trend is naar luxere artikelen en bijzondere producten. En daarna proberen we te voldoen met Exquisite. What are you drinking? I'm drinking a Balvenie 30-year-old from the Speyside region of Scotland, and it's a great whiskey. It's very smooth. It has really complex flavors. At first sip, you just explode with heat and flavor. And this is such a civilized way to enjoy being at the airport. Wij hebben vorig jaar hebben we een masterpiece in whisky verkocht, de Delmore 1926 Brilliance. Voor 250.000 euro aan een klant. En dus zelfs in deze categorie lopen klanten rond die dat kopen. Maar dat zijn de uitzonderingen. About this champagne, what makes it worth 150.000 euros? Speciality is because you have a very huge diamond on its top. You know, you have a caps with 288 diamonds with 4 carats. And in the meantime, you have only one bottle of this kind of blend of 2005, because we produce only 12 bottles of this kind of blend with a very grand cru of Chardonnay inside. And this bottle is the number one of the world. And we used to sell it for customers at Schiphol. Solange,